Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Melanie, voor de mensen die mij vandaag voor het eerst zien. Ik heb hier een heel groot Shein pakket naast mij liggen. Alweer Shein. Voor mijn gevoel doe ik de laatste best wel veel shoplogs. Maar ik had daar later besteld en toen... Ik weet niet hoe ik er nou zo op kwam. Ik had volgens mij gewoon iets nodig en toen heb ik weer veel te veel besteld. Dus het is vandaag de dag dat ik er veel te veel heb besteld. Het is wel minder dan dat jullie normaal gesproken van mij gewend zijn. Volgens mij. Ik weet het oprecht niet meer. Ik was eigenlijk ook alweer vergeten dat het vandaag binnen zou komen. Dus we gaan het gewoon gezellig even openmaken. Ik probeer aanbeelden in beeld te brengen. Ik ga namelijk het weekend naar Creta. Dus ik dacht ook alweer leuk om een paar leuke setjes daarvoor te hebben. En ik ga eind deze maand ga ik naar Aruba. Dus nieuwe kleding was sowieso gewoon lekker welkom. Ik heb zelf ook een kledingwebshop waar ik eigenlijk al mijn zomerkleding en zo altijd... Ja, van draag. Maar af en toe vind ik het wel leuk om ook nog van andere shopjes nog wat mee te plukken. Dus vandaar. Ook de blouse bijvoorbeeld ook van mijn website. Ook super leuk. We gaan gewoon lekker beginnen met deze zak. Het eerste wat ik hier zie is iets groens. Deze levering was trouwens echt sneller dan een week. Good to know, baby. Oh ja, deze top. Leek mij heel erg leuk. Ik vond sowieso de kleur heel mooi. Als ik heel bruin ben, dan vind ik deze kleur mij ook gewoon heel goed staan. Namelijk zo'n groene top. Het is al zo'n gek stofje. Dan zit hij daar dus zo. Dus hij kan wel wat sexy zijn. Het is een maat emmetje. Het is een emmetje. Wijde mouwtjes. Zit, ja, niet heel veel. Ja, een beetje stretch in. Ja, wat M dus. Heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Want hij lijkt wel heel erg een hele... Het lijkt een hele diepe V. Maar we gaan erachter komen of het te diep is. Of dat het eigenlijk wel een soort van sexy leuk is. Maar we gaan door naar de aanbeelden. Ik ben benieuwd. Deze is in ieder geval heel erg leuk. Don't mind de achtergrond. Maar ik heb hem aan. Maar hij is te klein denk ik. Ik heb nu een M. Maar ik denk dat het een L beter was geweest. Want ik vind hem net niet mooi zitten. En hij zit ook niet echt lekker. Ik vond het wel chill. Want ik heb nu gewoon een BH eronder. Dat dit zeg maar wel perfect valt. Snap je wat ik bedoel? Dat ik niet zeg maar plak bij aan moet omdat dit te diep is. Hij is aan de andere kant ook wel weer heel leuk. Laat vooral even weten wat jullie ervan vinden. Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat het iets voor mij is, helaas. Het volgende wat ik hier zie is iets blauws. Oh, wat leuk! Die lijkt heel erg op wat ik vandaag binnen heb gekregen voor de webshop. Maar dan is dat met de lange mouw. Het zijn namelijk deze topjes met een one shoulder. En deze heb ik dus vandaag binnen gekregen voor de webshop met lange mouwen. En ook nog in het groen. Dus echt een heel leuk topje. Deze heb ik ook al in een soort van olijfgroene kleur van Shein besteld de vorige keer. En op Mallorca heb ik daar echt wel heel erg veel plezier van gehad. Ik vond hem echt heel erg leuk staan. Dus ik dacht, laat ik nog een ander kleurtje erbij nemen. Dit is in de maat L. Volgens mij heb ik dan die andere ook een L, waardoor ik dacht dat het goed zat. Er zit ook nog bomvol stretch. Dus op zich een emmetje had ook dikke prima geweest. Maar ja, gaan we kijken naar de aanbeelden. Dit is de top. Nee, dat is hem niet. Het volgende wat ik hier heb. Hoe mooi is deze kleur? Het is hetzelfde topje als die eerste. Maar dit is een beetje groen-grijsachtig kleurtje. Ik vind hem wel heel leuk. Ik weet helemaal niet goed hoe ik de kleur noem. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus het is gewoon precies hetzelfde. Ook weer met een wijd mouwtje. Ook weer een maatje M. Maar jullie hebben net natuurlijk kunnen zien hoe die groene mij staat. Dus hij zal waarschijnlijk precies hetzelfde staan. Alleen is het even een ander kleurtje. Ik vind het kleurtje ook heel erg mooi. Dit lijkt me ook heel mooi op een lichte short. Of op een witte spijkerbroek of zo. Dat lijkt me heel mooi. Of op een pantalon. Dus ja, ben benieuwd. We gaan door naar de aanbeelden. Dit is hem ook niet. Nou ja, hij is te klein gewoon. Zit niet mooi. Jammer. Het volgende wat ik hier heb. Is iets roods. Het stofje voelt een beetje stug. Maar, oh, ik weet al wat het is. Het is een playsuit. Maar, even kijken hoe het zit hoor. Dan is dit. Maar is dit dan de voorkant? Nee, hè? Wat is de voorkant? Ik snap het even niet. Nou, het is een playsuit. Een rode playsuit. En dan heb je hier nog zo'n overslagdingetje met een strikje. Maar ik moet het even aantrekken om het te laten zien. Want het zit echt heel ingewikkeld in elkaar. Ik ga in ieder geval even kijken of ik ergens een maat kan vinden. Dat ook al niet. Ik snap er niks van. Als ik een maat vind, dan weet ik ook dat dat zeg maar de achterkant is. Maar dat staat waarschijnlijk op het zakje. Een L.
Het is een rode jumpsuit. Waarschijnlijk zag je er op de webshop heel erg leuk uit. Ik moet alleen zelf gaan uitzoeken hoe de dingen in elkaar zitten. Want ik snap er hier helemaal niks van. Want kijk, ik weet gewoon niet wat die voorkant is. Je hebt dit. En je hebt dit. En je hebt dit. Maar wat is dan de voorkant? Ik denk dat dit dan de achterkant is. Dit is het knoopje. Oh, dat denk ik. En dan doe je armen hier doorheen. Ja, dat denk ik. Zo. En dan heb je dan nog dat dingetje. Oh, nou, die kan best wel leuk zijn. Lijkt een beetje kreukelig, maar één keer stomen. Moet je wel even een stoomapparaatje meenemen op vakantie. Maar dan denk ik dat het best leuk is. Ja. Heel erg nice. Hoe leuk is deze blazer? Hij zit gewoon echt heel goed. De maat is goed. Dit is hem van achterkant. Ja. Leuk dingetje. Is dit leuk? Aanrader. Het volgende wat ik hier heb is een topje. Een groen topje. Heel leuk. Dit topje had ik eigenlijk al. Maar dan een iets andere kleur groen. Alleen deze hadden we opgestuurd naar een leverancier. Omdat ik wilde dat ik ze een soort van hetzelfde modelletje kreeg in de website. Alleen dat is er niet van gekomen. Maar nu ben ik wel die top kwijt. Dus ik heb een nieuwe besteld. Maar deze kleur is ook net iets anders. Kijken. Dit is een maat M. Ja, gewoon echt een super leuke top. Moet je wel weer even zo'n plak BH of zo aan hebben. Want dat is gewoon het mooiste. Anders heb je al die bandjes. Maar deze kleur is heel mooi. De stop is heel fijn. En dit is echt heel leuk voor op zomervakantie. Ik vind het ook gewoon leuk met een roze shortje. Weet je wel, lekker kleurrijk. Maar ja, moet het gewoon eventjes aanzien. Even kijken waar ik het leuk mee kan stylen. Ik ben hier in ieder geval heel erg blij mee. Ik hoop dat deze goed gaat staan. Ik gok van wel. Deze is super leuk. Deze ga ik ook sowieso houden. Ik heb even gezien om helemaal die BH uit te doen. Maar deze gaat sowieso mee op vakantie. Echt een hele leuke. Hier heb ik iets anders dan een training item. Namelijk een drinkfles. Ik heb op zich wel veel drinkflessen. Maar ik heb dus nu één in de auto. Ik heb één op kantoor. Maar zeg maar, ik wist hem al af, die van de auto naar hier. Maar als ik hem hier heb, dan vergeet ik mijn auto mee te nemen. En in de auto vergeet ik hem weer mee te nemen naar mijn kamer. Dus dan denk ik, meer nodig. Maar dit is dus zo'n liter fles. Je hebt ook op Shein zo'n 2 liter fles. En dan begin je dus met deze. Kijk. Die side go. Dus je gaat beginnen met het drinken. Om 8 uur 's ochtends. Ja, die tijden ga ik niet aanhouden. Drink simply. No excuse. Keep drinking. Don't quit. You did it. En dan heb je dus een liter op. En als je hem dan 2 keer vult, dan heb je dus een, ja, 2 litertjes. Even kijken hoe deze. Oh, zoiets. En dan. Oh, ik vind het niet meer om het nu te doen. Ik moet even schoonmaken. Maar ik denk dat je dan zo drinkt. En dan kan je hem weer zo dicht. Oh, grappig. Hier heb je zo'n drukknopje. Deze. Zo. Nou, chill dan. Oké. Leuk, sportief. Hangt ook nog zo'n dingetje aan. Het hadden meerdere kleuren. Ik heb een beetje gekozen voor de roze met paars. Maar je hebt volgens mij ook paars, groen, oranje, weet ik het wel. Ja, ik vind deze wel leuk. Je hebt hem dus ook voor 2 liter, maar dan heb je dus een hele brede. Dus ik vind deze al vet groot. Maar ik denk wel dat het heel handig is om dit te hebben. Ik hoop dat ik er ook gebruik van ga maken, want water drinken is echt goed. Ja, ik moet echt meer water gaan drinken. Op zich, ik probeer er echt wel op te letten. Maar ja, soms heb je het zo druk, dan vergeet je het gewoon. En vaak op het werk heb ik het zo druk dat ik hoofdpijn krijg. En dat ik daarom besef, oké, ik moet water drinken. Maar heel vaak vergeet ik het. Maar ik vind het echt een leuke fles. Volgens mij was deze ook echt rond de 5 euro of zo. Dus dat is echt ideaal. Ja, ik hoop voor jullie dat jullie deze vaak tegenkomen in de vlog. Want dan weten ze dat ik goed mijn best doe. Daar gaan we voor. Het volgende item dat ik hier heb is iets zwarts. Oh, dit is weer precies dezelfde top als die eerste en die derde volgens mij. Maar dan in het zwart. Het is ook weer een maat M. Hij heeft ook weer deze maatje. Dit is wel heel erg fijn voor het uitgaan als het leuk zit. Want als zo zwart, dan doe je gewoon heel gauw even hallo. Ja, ik ben er. Zo zwart doe je gewoon echt heel snel eventjes aan op stap. En zo'n kleur ook. Ik denk dat ik nog eerder de kleurtje aan zou doen. Maar zwart is wel handig om te hebben. Ik heb niet, ja, ik heb niet meer heel veel basics of zo. Ik heb allemaal een beetje veel kleurtjes en zo. Maar I like that. Maar af en toe, een zwarte basic is niet heel verkeerd. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik hoop gewoon dat ze allemaal goed zitten. Dan heb ik gewoon even een paar nieuwe lange mouwen topjes erbij. Dat zou heel erg chill zijn. Deze zit een stuk losser dan die andere kleurtjes. Dat is wel gek. Maar alsnog vind ik hem niet geweldig. Dus deze gaat weer terug. Wat is dit? Best wel zwaar. Oké. Okay. Dit is dus de bovenkant. Een beetje zo'n topje. Maar dan heb je dus een onderkant. Rok. Dus het is een jurkje. Maar dan met een open buikje dus. En dan heb je dit als zijkantje met van die. En hier ook zo'n zijkantje. Best leuk.
Ik hoop dat mijn tieten hier zeg maar in passen in dit dingetje. Want ik heb ook een bikini die is hetzelfde soort topje. En de glippen die duiken telkens een beetje uit. Maar dat is best wel leuk voor het uitgaan. Zo'n jurkje met zo'n open buikje. Ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Ik heb hem in de maat M besteld. Volgens mij zit er ook wel veel stretch in. Oké, deze lijkt me heftig. Ik denk dat het echt heel leuk is of het is helemaal niks. Dat heb ik echt met dit jurkje het idee. Dus dat gaan we meemaken of ik gelijk heb. Wat vinden we ervan, jongens? Ja. Ik weet het niet. Laat vooral jullie mening achter. Hier heb ik nog iets wat geen kledingstuk is. Het is eigenlijk bedoeld voor in de tuin. Maar ik heb geen eigen tuin, dus ik doe daar echt niets van. Oké, dit is dus een spuitdingetje. Maar ik dacht dus, stel je ligt in de zon op vakantie. Je hebt het zo heet en je hebt gezin om het water in te gaan. Doe je gewoon zo. Plus, je wordt heel snel bruin als je nat bent. Dus ik ga gewoon op vakantie heet zo liggen. Eerst had ik zo'n anti-klitspray. Heb ik dus helemaal leeg gehaald en schoongemaakt. Toen denk ik daarmee. Maar dit is gewoon... Dit wil je toch? Dit is toch super handig voor vakantie? Gewoon iets zo. Ik krijg zo'n lekker bruin koppie. Zo. Ja, sorry hoor. Ideaal. Als je deze elke dag gewoon eventjes filter meeneemt naar het strand, dan koelt hij lekker af. En je wordt er ook nog bruin van. Ik denk dat het best wel een goeie is. Ja, dan doe je gewoon deze open. Doe je wat water in. Ja, dit zijn gewoon van die Shein dingetjes die je gewoon even uit moet vinden. Maar het was echt 3 euro of zo, dus... Hey jongens, ik save jullie live. Het volgende item wat ik hier al heb is iets zwarts. Oh, het is precies hetzelfde jurkje. Maar dan een maat L, denk ik. Dit is de L. Het is net niet of zo. Ofwel... Nou ja. Het had wel leuk kunnen zijn, maar... Net niet of zo. Heel jammer. Tadaa! Ik heb hier iets leuks. Volgens mij is dit een bikini waar ik al 2 kleurtjes van heb. Die mij gewoon heel mooi zit. Maar heb ik een ander kleurtje ervan gekozen. Omdat ze gewoon allemaal goed zitten. Even kijken. Dit is het broekje. Hallo, zit het allemaal in elkaar? Dit is het broekje. Beetje oranje en wit. En dit is dus het topje. Nou, heel leuk. De kleur. Ik weet het niet of dit echt mijn kleurtje is. Maar op zich, het is niet raar of zo. Misschien dat ik hem wel hou. Ik heb nu blauw en roze. En waarom geen oranje? Maar het is meer een beetje rood-oranje of zo. Ja, ik had misschien liever groen gewild. Of echt knal-oranje. Weet je wel, die Koningsdag-oranje of zo. Deze een beetje rood-oranje werd ook een beetje twijfel. Maar we gaan meemaken wat ik ervan ga vinden. Ik twijfel een beetje over dit kleurtje. Op zich wel leuk. Toch? We zijn wel weer bij het allerlaatste aangekomen. Hoor mij net zeggen, ik had gehoopt dat die groen was. Wat heb ik hier? Iets groens. Nou, jongens. Oh, wat goed. Dit is het broekje. Lijkt wel heel sexy. Net als een stringetje. En dan is dit het topje. Nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd. Nou, die 2 bikinis heb ik trouwens in de maat 11. Zoals altijd, alle bikinis bij Shein bestel ik eigenlijk altijd in een L. Heel soms zelfs XL als ze wat kleinere vet zijn. Dus ja. De groene bikini. Deze ga ik sowieso houden. Deze zit echt heel erg mooi. Ik ga niet mee de buik filmen, want ik haat mijn buik. Dus, hele leuke bikini. Dit was alweer alles wat ik heb besteld bij Shein. Laat zeker weten wat jullie favoriete item is. Heb je een linkje nodig of iets? Laat het me gerust weten. Ik help jullie graag verder. Willen jullie vaak shoplogs zien van Shein of andere webshops? Laat het me ook weten. Like deze video als je het leuk vond. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende video. Doei doei!